Er zijn zoveel initiatieven die uit de stad komen, waar wij van als gemeente en als college van hebben gezegd, die willen we in de zon zetten vandaag. Wat ik ook mooi vind, de verschillende dimensies die gekozen zijn vanuit de stad, vanuit de gemeente en ook internationaal. Dus vandaag winnen de bewoners van de stad. Maar ooit gaan we allemaal dood. En we weten alleen niet wanneer. En als we dat wel zouden weten, dan zouden we in het nu misschien wel heel andere keuzes maken dan we nu maken. Schrijf op wat jij wil. Deel het met mensen die belangrijk voor je zijn. En ga het vooral doen. Het Rijk wil dus burgers meer aan zet brengen. En daarvoor gaan ze de gemeente meer taken geven. Gemeenten kunnen dus helemaal niet alleen. En we moeten samen dat met heel veel partijen in de stad ook gaan aanpakken. Natuurlijk worden we in de gemeente afgeleid door wetten, door regels en budgetten. Maar we moeten er ook blijven kijken dat het gaat om het goede gesprek. What I want to talk about is two different paths to addressing creating healthy communities. The path to service delivery is led by agencies. Bernard Brock is led by associations. The problem in our society is that over time we've had more and more and more service delivery and less and less and less burger crock. If you think of yourself as one individual, what difference does it make if I don't act responsibly? I'm one person on this huge planet. But it's in community that we feel that our actions are going to make a difference. Whatever the question, community is the answer. There's clearly a role for local government, there's clearly a role for nonprofit organizations, but there's absolutely no substitute for community when it comes to the things we care most deeply about. You can't waste a good crisis. En dat is de reden waarom wij de prijs willen uitreiken aan Pas op de Plaats. Yeah!